Kurt Maserati zit brandstof in, zo te horen. Kort, we hebben een teken gekregen, in ieder geval volop geluid, dat de Maserati, dat daar gas in zit. We hebben meneer Dames, ik denk, of de heer Dames, en met onze geweldige mis, misschien dat jullie samen gaan schieten, maar het mag niet onder het raam. Ja, als jullie samen het pistool vasthouden en dan samen schieten, er komt geen kogel uit, jongens, wij hebben rustig staan, er wordt samen geschoten. De auto is weg, we gaan knallen. Oké, ik wens jullie heel veel succes. We zijn vertrokken. En dan het laatste die groot verplannen heeft door morgenavond. En de sluitauto van Autoschade Smit. Wat gebeurde met Van der Put, jongens? Even een actieorganisatie even tussen de partij en de boogvrouw van de Put. Over het werk van de koning.
was het werk genoeg om Dennis Smit in een zetel hier naartoe te brengen. Of is het toch de rappen, getergde, geplaagde, Martijn Rust zich hier komt melden. Hier komen de mannen, hier komen de mannen. Bosman aan de binnenzijde, Bosman, haha, Bosman. Dennis Smit, Nino Haasman, dat is het podium. Harderwijk, mag ik een geweldig fijn applaus voor de man op 3, Tino Haakman. En dan gaan we de man die wat heeft met Harderwijk. Wist 2 keer de Panero van de Veluwe te winnen. Oud-Nederlands kampioen, krijg geweldige zoenen. Krijg een heel mooi boeket, krijgt een nog groter applaus. Dennis Smit. En dan gaan we naar de man die we voor de toekomst in de gaten moeten houden. Hij was al een keer 4e in Parijs-Roubaix voor de belofte. We gaan Bettine, je gaat er lekker tussen staan op het podium. Je slaat een arm om die geweldige mannen heen. En dan wil ik een geweldig applaus voor de winnaar, Gert-Jan Bosman.